Hallo, mijn naam is Hendrik Liewens en ik ben verkoopadviseur bij Opel Dealer Liewens en Roden. Nou, in deze video ga ik meer uitleg geven over het keyless entry systeem van de Opel Crossland X. Kijkt u mee? Nou, dit is de sleutel van het keyless entry systeem van de Opel Crossland X. Er zitten 3 knoppen op de sleutel. De onderste is om de deuren open te doen, de middelste om de kofferbak te ontgrendelen en de bovenste is om de deuren te sluiten. Nou, je kunt het dus via de afstemming doen, maar wat nog makkelijker is, is via de deurhendel. Nou, wanneer u de handgreep van de deur, de ribbels, wanneer u daar uw vingers tegenaan houdt en u heeft de sleutel bij u, dan gaan de deuren dicht. En wanneer u de deuren open wilt doen, kunt u heel makkelijk uw hand erachter leggen. Hij herkent de sleutel en de deuren gaan open. Nou, hetzelfde geldt voor de achterklep. Ik kan dus, als ik de deuren dicht doe, op deze manier, kan ik dus heel makkelijk de achterklep ontgrendelen. Wanneer ik zeg van, oh, ik moet nog wat uit de kofferbak pakken en ik heb de sleutel bij me, hoef ik niet eerst de sleutels erbij te pakken om de achterklep te ontgrendelen. Ik kan in principe gewoon de achterklep open doen. De rest van de deuren zijn allemaal nog op slot. En zodra ik de achterklep weer dicht doe en ik loop weg, dan gaat deze automatisch ook weer op slot. Nou, voor noodsituaties hebben ze ook weer op bedacht. Er zit dus gewoon nog een slot aan de bestuurdersdeur, aan de deurhendel. En er zit een sleutel verstopt in het keyless entry systeem. Hoe dat werkt, laat ik nu zien. Nou, hoe krijg ik dus de sleutel eruit? Is als volgt. Met mijn duim schuif ik het klepje naar links toe. Met mijn nagel haal ik zo de sleutel eruit. En hiermee kun je heel makkelijk de deuren open doen of dicht doen wanneer bijvoorbeeld het batterijtje leeg is. Nou, via het menu kun je ook nog een aantal instellingen kun je nog wijzigen. Daarvoor druk ik op het autootje, helemaal rechts, de knop. Dan krijg ik dit scherm. Althans, ik ga naar instellingen van de auto's. En dan heb ik daar toegang tot de auto. Als ik daarop klik, dan kan ook nog gekozen worden om alleen de bestuurdersdeur aan of uit te doen. Dus dat in plaats van alle deuren alleen de bestuurdersdeur waar open gaat. Of ik kan de achterklep, hè, zoals ik liet zien, hè, dat van ontgrendelen, dat ik alleen de achterklep kan ontgrendelen. Kun je ook aan of uitzetten. Als je niet weet wat het is, kun je ook altijd op het i'tje hierachter klikken, zodat het systeem uitleg geeft wat ze ermee bedoelen. Ik hoop je hiermee een duidelijke uitleg te hebben gegeven over het keyless entry systeem van de Opel Crossland X. Nou, heeft u nog vragen of wilt u het bijvoorbeeld in het echt zien? Je bent natuurlijk van harte welkom aan de Natuurbaan Noord 133 in Roden. Word ook abonnee van het YouTube kanaal waar meer video's over staan over Opel modellen of functies zoals dit. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.